Zeeland innoveert veel te weinig. Het is woensdag 3 december. Dit is Zeeland Nu. Provinciebestuurder slaat alarm. Tweede verdachte aangehouden in zaak Terneuzen. En Dirk Sauer over zijn nieuwe liefde, yoga. Dag dames en heren, Zeeland moet een inhaalslag maken op het gebied van economische vernieuwing, ofwel innovatie. Want onze provincie blijft daarin achter. Omdat er in vergelijking met de rest van het land in Zeeland minder wordt ontwikkeld, blijft ook de economische groei achter. En daar moet iets aan gebeuren. Innovatie is een belangrijke motor voor de economie. Het ontwikkelen van nieuwe producten, nieuwe manieren van werken. Maar volgens de ING-bank doet Zeeland het niet goed op dit gebied. Samen met Drenthe staan we op de laatste plek van Nederland. Hoe dat komt? Het gemiddelde opleidingsniveau in Zeeland is lager en er zijn minder startende ondernemers. En er zijn hier ook nog eens vooral kleinere bedrijven met minder innovatieve kracht. Ja, dus we staan onderaan, of bijna onderaan. Dat is niet goed, het kan dus beter, maar we zijn wel een forse invalslag aan het maken. We hebben nu minder geld, maar het is natuurlijk niet zo dat innovatie afhankelijk is van provinciale subsidie. We hebben minder geld, maar de financiering moet vooral uit de bedrijven zelf komen, uit de kennisinstellingen. En dan is er dus in Europa heel veel geld te halen, met name op het gebied van innovatie. Een van de middelen om economische vernieuwing te stimuleren is de Emergo Innovatieprijs. Het bedrijf C-Farm uit Kampeland won deze in 2009 voor het ontwikkelen van een nieuwe manier om tarbot te kweken. Om te innoveren heb je ondersteuning nodig en begeleiding in principe. Je ziet gewoon de provincie dat het ook een beetje opdroogt, de projecten. Maar wat ik ook zie, dat mensen nu slimmer worden. Dus doordat het krapper is, worden mensen ook innovatiever. Dus dat hoort ook bij innovatie. En dan zie je dat je het anders, als je er anders mee omgaat, kun je dus ook veel doen. En Murretechniek uit Krabbendijken won de Emergo-prijs in 2012. Voor een machine die mosselzaad invangt. Voor ons is het belangrijkste samenwerking met andere ondernemers. Advies hechten wij zeer veel aan, want we kunnen niet alles zelf. En ja, we hebben graag partners die meedenken. En dan is delen vermenigvuldigen. Over ruim een week weten we wie dit jaar de Emergo Innovatieprijs wint. En in Vlissingen-Oost staat onze economieverslaggever Mark van Dam. Mark, die Emergo-prijs die moet die economische vernieuwing dus een beetje aanjagen. Maar daar moeten we toch geloof ik niet alleen maar van hebben? Nee, natuurlijk niet. Dat is om een impuls te geven voor innovatie. Maar het moet natuurlijk van de bedrijven zelf komen. Bedrijven moeten er zelf brood in zien om nieuwe producten te ontwikkelen, om die op de markt te brengen. Of misschien een nieuwe manier van werken, waardoor ze efficiënter kunnen werken en dus goedkoper. Maar die bedrijven, waar kunnen ze hulp hebben? Want ze hoeven het niet alleen te doen. Nee, ze hoeven het niet alleen te doen. Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel. Daar kunnen ze terecht voor advies en ondersteuning. Universiteiten, hogescholen, onderwijs. En er zijn ook veel kennisinstellingen in Zeeland die ondernemers advies geven bij deze innovaties. En dat is bijvoorbeeld Impuls, de organisatie voor Zeeuwse economische ontwikkeling. Hulp is er dus, hè, die instanties waar jij het over hebt. Maar ja, ik hoorde het ook de gedeputeerden al zeggen. Het zijn krappere tijden, er is dus minder geld. Ja, er is minder geld. De Kamer van Koophandel bijvoorbeeld is samengevoegd tot één grote landelijke organisatie. En die hebben landelijk 80 miljoen euro in moeten leveren. Dus die moeten het met fors minder geld doen. Sintens deed dit werk eerst voor de Kamer van Koophandel. En die organisatie die bestaat niet meer. En de provincie, noodgedwongen door bezuinigingen, steekt ook minder geld in economische vernieuwingen. Maar we hebben het gehoord, er is ook Europees geld te halen. En dat zou moeten helpen. Mark, ja, die Emergo-prijs die gaat dus een beetje helpen. Er zijn dit jaar 4 bedrijven genomineerd. Timesavers uit Goes heeft een nieuwe machine voor de metaalindustrie ontwikkeld. Een dubbelzijdige ontbraam- en afrondmachine. Daarmee kunnen scherpe stukjes van metalen producten worden gehaald, boven en onder tegelijk. Advanced Wastewater Systems uit Kapellebrug heeft een waterzuiveringssysteem bedacht voor riviercruiseschepen. Met honderden mensen aan boord is er op zo'n schip nogal wat afvalwater en dat kan niet zomaar worden gedumpt. Met dit systeem wordt het afvalwater gezuiverd en gefilterd, zodat het schoon kan worden geloosd. New Motion uit Middelburg komt met een volautomatische dozenstapelaar van de nieuwste generatie.
Deze machine stapelt volautomatisch dozen op een pallet op elke gewenste manier. De machine is extra zuinig gemaakt en zeer gemakkelijk te bedienen. Zo wordt het zware werk uit handen genomen. En C-Tech uit Terneuzen heeft een laboratoriumrobot gemaakt. Deze kan zelfstandig monsters voor kwaliteitscontroles verwerken. Bekers vullen, roeren, koken en weer af laten koelen. Daardoor wordt laboratoriummedewerkers veel productiewerk uit handen genomen. Mark van Dam, wanneer weten we nou precies wie van die vier die Emergo-prijs heeft gewonnen? 11 december, dan maakt de vakjury dat bekend. En dat gebeurt dan tijdens het Zeeuws Innovatie-evenement in Vlissingen. Mark, dankjewel. Er is ook een publieksprijs en u kunt mede bepalen wie die wint. Stemmen kan via onze website www.omroepzeeland.nl/Emergo. Voor de dodelijke schietpartij afgelopen weekend in Terneuzen is in Amsterdam een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man uit Terneuzen. Bij die schietpartij kwam een 23-jarige man om het leven. En al eerder is een 27-jarige Terneuzenaar aangehouden. De verdachten zitten vast. De twee mannen en de dodelijke slachtoffer zijn bekenden van elkaar. De oorzaak van de schietpartij zou liggen in een jarenlange vete tussen twee rivaliserende groepen in Terneuzen. Burgemeester Lonink heeft een oproep gedaan aan deze groepen om de vicieuze cirkel te doorbreken en met informatie te komen. Opnieuw sneuvelt een van de directeuren van zorgorganisatie Zorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen. Na algemeen directeur Paul Rademacher moet nu ook directeur Joep Polides vertrekken. Hij wordt medeverantwoordelijk gehouden voor de grote financiële problemen bij Zorgzaam. In oktober kondigde de organisatie een massa-ontslag aan. Bijna 300 voltijdbanen verdwijnen. En ook moet 17 miljoen worden bezuinigd. Het personeel van Zorgzaam zegt het vertrouwen op in de directie vanwege de financiële problemen. De gemeente Hulst wil belasting heffen over leidingen en kabels die door gemeentegrond lopen. Gemeenten moeten de komende jaren meer taken met minder geld uitvoeren. En dus ziet de wethouder de nieuwe belasting als een welkome aanvulling op de portemonnee. Kijkend naar de klappen die wij nog verwachten in de nabije toekomst, met name ook op het zorggebied, hebben wij gezegd, we moeten ons wel wapenen tegen die mogelijke klappen die nog gaan komen. Dit is een mogelijkheid om dat in ieder geval te voorkomen. Onder meer het netwerkbedrijf van Delta krijgt dan een heffing van ruim 5 ton per jaar te verwerken. Volgens dat bedrijf wordt dat bedrag dan verrekend met de leveringskosten voor klanten. En dat gaan dus alle Zeeuwen merken. De gemeenteraad van Hulst moet nog instemmen met het plan. Topdrukte bij PostNL op dit moment. Veel pakjes moeten nog voor vrijdagavond, Sinterklaasavond, worden bezorgd. En dat merken ze ook in de distributiehal in Goes. Landelijk hebben we natuurlijk de 1 miljoen grens bereikt, wat een heugelijke mijlpaal is. En wij doen hier ongeveer vandaag een 25.000 pakketjes in de ochtend en een 25.000 pakketjes in de sortering vanavond weer. In de laatste maand van het jaar gaan er zo'n 30% meer pakketjes over de banden dan normaal. En dat betekent ook dat er meer mensen nodig zijn. Voor een depot als Goes praat toch over een 50 man extra die we inhuren. De drukte in het distributiecentrum in Goes houdt aan tot na de kerst. Sinterklaas geeft in Zeeland minder uit dan in de rest van het land, blijkt uit een rondvraag van Omroep Zeeland. Een Zeeuws gezin besteedt gemiddeld 55 euro aan Sinterklaas, landelijk is dat 75 euro. Volgens onderzoekers kan dat te maken hebben met de vergrijzing in Zeeland. Grootouders geven een stuk minder uit aan Sinterklaas dan ouders. De verschillen in Zeeland zijn groot. De helft besteedt niet meer dan 25 euro, maar 1 op de 5 Zeeuwen geeft veel uit, 125 euro of meer. Het meeste geld gaat op aan speelgoed en elektronica. Hij woont in Moskou, Amsterdam en in Domburg. Journalist en uitgever Dirk Sauer. Hij vindt op Walcheren de rust en stilte die hij in zijn drukke leven hard nodig heeft. De perfecte plek voor een nieuwe liefde ook, yoga. Dirk Sauer op zijn landgoed Duinvliet, net buiten het dorp. Stukje bij beetje is hij samen met zijn vrouw bezig het hele landgoed in oude glorie te herstellen. Ik denk dat het wel een aanwinst is voor Domburg. Dat er mensen zijn die gelukkig in staat zijn om zo'n landgoed weer helemaal terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat. Want het is natuurlijk wel een dure hobby.
Sauer ontdekte de yoga in een stressvolle, onrustige tijd in Moskou als journalist en uitgever. Van het een kwam het ander en hij blijft natuurlijk ondernemer. Wij zijn zelf enorme fanatieke yoga mensen. We doen elke dag yoga. En toen dachten we, ja, het is eigenlijk onzin om dat alleen maar voor onszelf te houden. Het is eigenlijk veel leuker om dat ook met andere mensen te delen. En daar een yoga studio, yoga centrum van te maken, dat is Yoga B. En dat blijkt aan een enorme behoefte te voldoen. We zijn zelf een beetje overvallen daardoor en verrast dat zoveel mensen hier naartoe komen. Dus dit is het woonhuis van het yogacentrum? Ja. Wat gebeurt hier? Hier gebeurt het allemaal. Nou ja, aan deze tafel zitten de gasten te eten. En ja, mensen kunnen zitten en we hebben hier 6 gastenkamers. En loopt het een beetje? Nou ja, tot onze verbazing loopt het storm. We zijn al volgeboekt tot eind 2015. Elk weekend zitten we vol. En er is al een wachtlijst voor 2016. Het yogacentrum ligt verscholen op het landgoed. Mensen komen hier naartoe en dan volgen ze hier yogalessen. En ja, dit is natuurlijk weer een ideale omgeving om yoga te doen. Dus we hebben rustgevende ruimte en we hebben hier uitzicht op het boerenland. Auto's komen hier niet voorbij. Dus wat wil je nog meer? Mei volgend jaar opent hij de eerste yogacamping van Nederland op het landgoed in Domburg. Dirk Sauer begon ooit door werkdruk aan yoga en ook daar maakt hij nu weer een bedrijf van. Dat vind ik leuk. Een project aanpakken en daar iets nieuws van maken. Blijkbaar past dat bij mij. En dat geeft mij ook weer energie. En daarom ben ik ook nog lang niet klaar. De winter nadert en daarmee neemt de kans op sneeuw en gladheid toe. Wegen in Zeeland moeten natuurlijk dan begaanbaar blijven. En we zochten uit of de wegbeheerders in onze provincie daar klaar voor zijn. Want verslaggever Koen van Dijen, we hebben wel winters gehad. Ja, dat er gewoon een tekort aan zout was. Hè? Hoe staat het er nu voor? Ja, we hebben 2 winters gehad, want je weet het in Nederland maar nooit dat er zoveel zout nodig was dat het moest worden aangevuld met zand. Maar de afgelopen winter bijvoorbeeld was weer heel erg mild, heel erg zacht. Toen is er nauwelijks gestrooid, er is nauwelijks zout verbruikt. En er is daarom ook de afgelopen zomer nauwelijks iets ingekocht. De provincie Zeeland is één van de wegbeheerders in Zeeland en op het waterschap na de grootste. De provincie gaat over de meeste N-wegen, zo'n 400 kilometer, en over bijna 300 kilometer aan fietspad. De provincie heeft 13 steunpunten. 1 daarvan is in Scheroeskerke op Walcheren. En daar ligt nog heel wat. Hier ligt op dit moment 350 ton. En voor hoeveel is dat? Dat is ongeveer, als we in heel Zeeland gaan strooien, zouden we daar 2 keer Zeeland mee kunnen strooien. De afgelopen winter was heel mild, heel zacht, er is nauwelijks zout gebruikt. Hoeveel heeft u moeten bijbestellen? Ik moet zeggen, er is inderdaad zo weinig gebruikt dat we afgelopen zomer niks hebben bijbesteld. Er lag nog zoveel in de loodsen dat we dat niet nodig vonden. Als er strooizout wordt bijbesteld, is dat zeezout uit Egypte. Vandaar wordt het per schip naar Vlissingen-Oost gebracht en getransporteerd naar de steunpunten. Het kost ongeveer €60 per ton. Ja, Koen, er zijn nogal wat wegbeheerders in Zeeland. Ik noem ze even op. De provincie, Rijkswaterstaat, Waterschap, Zeeland Seaports, ook nog de Westerschelde-tunnel. Die moeten bij gladheid samenwerken. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Nou, door heel Zeeland staan er detectiepalen op langs de wegen. En er zijn detectielussen in het wegdek. En als het glad wordt, dan geven die apparaten dat door aan de laptop van iemand die piket heeft. Nou, die zet dan weer op zijn beurt de aannemers aan het werk. Zeeland is verdeeld in 7 regio's met 7 aannemers. Dat zijn bedrijven die normaal actief zijn in de wegenbouw, in het grondverzet. Die hebben dus vrachtwagens. En op die vrachtwagens worden dan de strooiers gezet. En voor die vrachtwagens komen de schuiven. Als het erop aankomt, dan moet al het materiaal natuurlijk tip-top in orde zijn. Grote strooiers, strooiers voor het fietspad, sneeuwschuiven. Als je ze na de winter niet goed onderhoudt, roest alles vast. De slang en de oliespuit zijn dus onmisbaar. Tijdens een strooiseizoen worden ze, zeg maar, na 5 acties, als er dan een dag of 3 tussen zit, worden ze schoongespoten met water, gewoon afgespoten, dat ze weer schoon zijn. Zoveel mogelijk zout verwijderen en dan worden ze schoon. De monteur die komt 5 keer per seizoen met de vetspuit. En die doet alle draaibare delen spuiten en alles controleren of er niks krom is, of er geen lekkage is en zo. Is dat er, dan lossen we het op.
Koen, als er nou in heel de provincie gestrooid moet worden, hoeveel voertuigen zijn er dan wel niet op de weg? Dan zijn er maximaal 150 voertuigen of combinaties op de weg. En dat zijn niet alleen vrachtwagens, maar ook jeeps en landbouwtrekkers. Ja, en al die voertuigen die moeten natuurlijk bestuurd worden door chauffeurs. Peter Blok heeft een akkerbouwbedrijf. 'S Winters is het daar rustig, hij had dus nog wat tijd over. Wat beweegt hem om midden in de winter zijn warme bed uit te komen om sneeuw te gaan schuiven en zout te gaan strooien? We werden ervoor gevraagd en het is best een leuk spelletje met z'n allen. Het is een sociaal gebeuren. En als je dat dan gedaan hebt en de weg is goed, dan zijn de medeweggebruikers, ja, dan heb je best eer van je werk. Het is, ja, het is een mooi spelletje. Maar speelt de portemonnee ook een rol? Niet 100%, absoluut niet. Wat vindt hij zelf nou leuker? Een zachte winter waarbij hij nauwelijks in actie hoeft te komen? Of een winter waarin het elke nacht prijs is? Strenge winters. Afgelopen winter was niet leuk. Die winters daarvoor, dat is leuk. Dat is mooi voor ons. Dat is, ja, dan heb je werk. Dat is mooi. Ja, het ziet er dus uit dat Zeeland inderdaad strooi klaar is. Wanneer gaat dat ongeveer gebeuren, denk je? Nou, dat is altijd moeilijk te voorspellen. Maar in de nacht van donderdag op vrijdag is de vorst afgegeven. Maar ik zag vanmiddag al een tweet langskomen van weerman Jos Broeke. En die gaf aan dat het vanmiddag aan het eind van de middag op Walcheren al onder nul was. Koen, dankjewel. Het was een grijze, kille dag, ziet u op deze foto van de ijsbaan op de markt in Middelburg, die alweer staat op te stijven. En deze koeien staan in een guur weiland in Rittem. Vannacht zal het licht gaan vriezen en ook morgen overdag schommelt de temperatuur rond het vriespunt. Vrijdag, nou, wordt het wat warmer en ook de komende zaterdag dan wordt het gelukkig wat zachter met zelfs zonnige perioden. Tot zover ook meteen deze Zeeland Nu. Nog een fijne avond, graag tot morgen.